Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik heb jullie een tijdje niet meer gezien en ik wilde Jef graag bij deze video betrekken omdat we iets willen vertellen. Wij zijn namelijk zwanger. Ik vond het altijd heel erg stom om te zeggen wij zijn zwanger. Ik ben het lichamelijk, maar ik vind mentaal, we're in this together. Het gebeurt in jouw lichaam. Ja, we zijn super blij. Ik ben inmiddels 15, bijna 16 weken zwanger. De tijd gaat echt snel. En er is al wat te zien, dus dat is echt super leuk. Ja, ook. En wij hebben iets heel leuks mogen doen. Wij mochten het namelijk vertellen natuurlijk aan onze vrienden en familie. En het hebben we vastgelegd. Dus jullie krijgen nu allemaal beelden te zien waarin wij... Een compilatie van beelden. Een compilatie waarin wij vertellen aan onze vrienden en familie dat we zwanger zijn. En dus nu weten jullie het ook. Dus doe alvast even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want ik ga veel meer video's maken over de zwangerschap. Ik vind het toch wel een heel moment om ook vast te leggen. En, is het ook wel heel erg leuk om vast te leggen. Om even te vloggen. En later terug te kijken. Ja. En voor jullie natuurlijk. Dus door naar de compilatie. Maar ik wil je wel iets vertellen over dit. Ik weet niet of je ziet wat het is. Niet echt. Het is een sesamzaadje. En ik wil iets vertellen over dit sesamzaadje. Oh. Er is iets wat net zo groot is als dit sesamzaadje. I get it. Je weet het al, je weet het al. Ik dacht al, jij bent zo slim. Jij weet dit. Oh. En je eet hem op. Oh my god, dat kan gewoon niet meer. Ik ben zwanger. Love vegan. Gefeliciteerd. Ja, je bent de eerste, de allereerste die het weet. Oh, de allereerste. Ze vastleggen de reactie, oh god. De zonnewil gaat af hoor. Echt de bare reactie. De bare reactie. Helene wel. Oh, dat ziet er echt schattig uit. Ja, leuk hè? Ja, leuk papier. Nee. Nee hè? Ja? Jullie worden oom en tante? Jullie worden oom en tante. Of tante. Oh wat de fuck? Gaat ze ruiken? Het is niet te eten. Het is een blok chocolade. Ja, chocolade nee. Gaat ze kijken naar die camera? Brief aan mijn kleinkind. Het is niet waar, hè? Nee. Het is zwanger. Nee, ja. Huh? 31 augustus hebben we de eerste echo. Echt? Echt waar? Oh, nice! Wat is dit? Ik heb verteld dat je het weer was. Ja, ik was zo zenuwachtig. Ik zag het niet aankomen. Ik was zo want ik was als de dood dat ik iets tegen jou. Hoi. Ik heb nog wat voor jou. Hè? Dit is fucking raar, man. Pardon? Ik ben zwanger. Nee, daar heb ik alweer geplast. Dat betekent positief. Is het je wordt tante? Nee, het is geen grap. Ik heb nog een test liggen. Echt? Je wordt tante. Ik ben 5 weken zwanger. Whitney op de vlog. Is dit wat ik denk dat dit is? Maak hem maar open. Je filmt me. Maak hem maar en open. Dit is zacht. Dit is een baby op de voeten. Is het zo? Ik ben zwanger. Echt bizar. Ik geloof het zelf alleen nog steeds niet helemaal. Schattig hè? Natuurlijk wil ik dat doen. Ja, wat leuk. Ja. Hier is een cadeautje. Woe. Met z'n drieën uitpakken. Mijn. Ja, papa. Ik ben benieuwd. Wat flauw, maak open. Ja. Mijn. Ze vinden het met haar ogen dicht. Nou, je mag wel kijken. Kijk maar. Kijk maar. Oh, veel leuk. Niet zo hard gedaan. Hey, ben je zwanger? Dat moet jij dan meteen roepen, hè? Ja? Ja? Hé, hey, gefeliciteerd! 6 weken? Wat? Ja, kijk eens wat er staat! Leuk, hè? Ik heb voor Sophie nog eentje. Sophie zei nog van ik wil graag tante worden. Oh, echt wel? Bij deze? Dit is al gewoon de derde tante. Ik zag hier alleen kleinkind. Oh, ja, dat is wel. Oh, okay. Ik dacht dat het gewoon een koffie eruit komt. Nee, ik zag kleinkind. Ja. Opa, Pierre. Ja, oh,
maar ik hier zo. Ik wacht het zo snel 3 maanden proberen. Wow, doe raar een babij. Dus dat, zo. Ik besef het nog niet helemaal. Het is een klein cadeautje gewoon. Leuk, even kijken hoe ik het kan maken zonder dat het speciaal te scheuren. Je wordt overgrootoma. Leuk! Ja, dat denk ik gelijk en als ik het al had. Ja. Wat leuk toch. Ja. Nee. Ja, dus Eline is nu als het goed is 6 weken zanger. 6 weken? Ja, 6 weken. Goed. Ja, gaat goed, gaat lekker, ja. Leuk, ja. Ja. Nou, en het is uitgerekend door... Als het goed is, ergens volgend jaar april. Ergens, ja. We weten nog niet precies, want we hebben aan het einde van de maand hebben we de eerste echo. Dus dan krijg je ook foto's door van de... Nee, weet ook nog niet of het jongen of een meisje is of iets. Maar een verrassing voorlopig bij. Ja, ja, dus we gaan ook een speciaal feestje daarvoor organiseren en zo. Oké, ik heb net wat in elkaar geknutseld voor mijn opa en oma. We moeten morgen nog even koekjes bijkopen, want de pot is groter dan ik verwacht had. Oké, we moeten morgen dus extra koekjes kopen, want dit ziet er een beetje keer uit. Maar ik heb deze aan de bovenkant gelijmd. Wat een schattig patroontje. En daarbinnen staat... Ik wil niet de enigste met een buikje zijn. Tot april 2021. Dan is het kindje ongeveer uitgerekend. Ja, dus die gaan we morgen mijn opa en oma geven. Ik ben echt heel benieuwd naar hun reactie. Ben je ook benieuwd? Deze. Oh, kijk. Boekjes. Die eet ik wel. Dus die heb je zelf gemaakt? Nee. Ik had geen tijd meer, dus wel even. Maar die zijn heel lekker, die koekjes. Maar je moet hem even openmaken. Ja, dat snap ik. Als je hem open wil, dan moet je weer even... Als het lukt. Ja. Ik wil niet de enige met een buikje zijn. Tot april 2021. Wie heeft dit geschreven? Ik. Oh, ik wil niet de enige met een buikje zijn. Enige moet het zijn, hè? Enige. Oh, enigste jij ook. Snap je nou of niet? Ja. Wat dan? Tot april 2021. Wat is dit nu? Ben je zwanger? Ja. Echt? Is het echt zo? Ja, is echt zo. Gefeliciteerd. Blijkbaar, ja. Oh, dan ben je blij, hè? Ja. Oh. Oh, echt waar? Ja, Eline is zwanger. Precies, wanneer? Eerste achterkleinkind. Ja, blijkbaar al toen jullie 60 jaar huwelijk viering was. Ja. Echt waar? Ja, ik ben nu 6 weken. Oh, wat leuk, joh. Dus, God, zie mij nu. Ja. Dat is wat jullie zo graag wilden, hè? Ja. Nou ja, het is gelukt. Ja. Daar moet je ook natuurlijk heel blij mee zijn. Dat was, heb je... Ja, dat heb je als je onder de 30 bent, hè. Dan wil het nog wel eens lukken. Ja. Ja, maar... Ja, het gaat een heleboel centjes kosten, hoor. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar ja, maakt niet uit, hoor. Nee, hè? Onbetaalbaar, toch? Ja, onbetaalbaar. Ja. Nou, we hebben altijd al tegen elkaar gezegd, Eline zal wel zorgen voor het eerste achterkleinkind. Ja, dat is wel zo. Nou, dat hebben jullie goed gegooid. Ja. Ik heb trouwens nog een cadeautje. Cadeautje? Oh. Een cadeautje voor haar. Ik moest van Eline moest ik het filmen, ja. Oké. Ah, t-shirt. Ja, man. Oh, cool. Och. Oh. Oh my god. Ja, dit? Man. Eline is zwanger. Echt 6 weken nu? Ja, oh my man. God. Oh, dat is zo cool. Raar. Oké, de moeder van mijn stiefvader is er en we gaan haar dit kaartje geven. Ik zal nog heel veel laten zien wat erop staat. Maar om aan te kondigen van Dad, I'm Prego. Hij heeft echt super leuk gedaan. Kijk dan hoe leuk, baby. Echt super leuk. Wij willen nog wat geven. Wat geven? Ja. Deze. Oh, huh? Dank je. Ah. Ja, ik denk dat ik het al weet. Jeetje. Nou, het zit goed vast. Ja. Nou, schattig. En wat staat erop? Wat staat er? Wauw! Jeetje. Ja. 6,5 week nu. Daar word ik even stil van. Gefeliciteerd. Je zei van tevoren, je denkt dat je weet wat het is.
Wist je wel wat was? Nou, ik dacht dat het een uitnodiging was voor jullie verloven. Oh, of trouwen. Oh, ja. Oh. Ja, ja, die moet ook nog komen, ja. Die kan toch ook nog gaan. Ja, sorry, maar ik weet bij deze ben je ook daar voor. Nou, Sylvana, die zei... Oké, een pakkeleutje. Lekker. Dankjewel. Moet je even openmaken. Het is de mama Eline. We hebben maandag de echo, dus dat is ook... Serieus? Ja, het is echt heel leuk. Maar ik heb echt zoveel moeite gehad om het een maandag geheim voor jou te houden. Ik vond het vreselijk. Ik heb echt meerdere keren. Ik heb echt niks laten horen. Ik wil dit bijna doorsturen. Kijk dan, maar jij werkt! Ik moet jullie allemaal nog wat vertellen. Oh, Sheila is een man, ik kan ook kijken. Oké. You're not on camera. You guys are fucked. Ik ben de tweede die een kind krijgt. Nee joh! Ja! Stop! Ik ben... I'm 7 weeks preggo. Yes, 7 weeks preggo. Yeah! So... And we're filming everyone's reaction. So you're fucked. Daarom was je net zo van mij op muffin. Ja! Hi! Jeffrey! Hey Shelby! Gefeliciteerd! Dankjewel! You already know! Nee, voor verjaardag. We wanted to tell you that Eline is pregnant. Nee, no! Seven weeks! We wish you were here! Yeah! And we film everyone's reaction, sorry. But you look perfect, so that's good. Inmiddels hebben we 6,5 jaar relatie. Ik ben uit de friendzone gekomen. 6,5 jaar relatie? Ja, ja, best lang nu. En het verloopt. Geen zin, Mark 2, Jesus. Is het erg dat ik gewoon de camera heb, hè? Schandaal. En ik heb jou nog niks verteld, daar je weet het inmiddels, maar... Ja, ik voelde dit gewoon aankomen. Ja, omdat ik aan het filmen was, hè? Ik voelde het ook aankomen en ik zag het ook een beetje. Ik zweer het. Zag je het? Ja, ik zie het. Maar mijn buik is nog niet, hè? Het is food, je ziet het. Dit is food baby. Huh? Ik ben pas 2 maanden, hè? Dit is food baby. Ik zweer het. 3, 2, 1. Ik ben zwanger. Huh? Ik ben zwanger. Nee. Wat? Ja! Nee! Ja! Dat ik de reactie zou filmen. Maar ja. Ik wist wel dat je reactie zou filmen. Maar... Ik ben nu 8 weken zwanger. Yay. Dus ja. Ja, gek hè? Ik vond het echt super bijzonder om dit nieuws met mijn vrienden en familie te delen. Ik ben ook heel erg blij met de reacties. Echt iedereen reageerde super leuk. Zou ook een beetje awkward zijn als ze niet leuk zouden reageren. Maar ik ben ja, in ieder geval super blij. En ook op social... super lieve reacties gehad. En ja. Echt bijna alsof we jarig zijn. Dat is natuurlijk iets super bijzonders. Ja. Maar echt super leuk. En ik ben ook heel erg blij dat ik dit avontuur met Jeff aan kan gaan. Dus die zien jullie ook nog wel zien. En, vast nog wel. Ja. Dus ja, we zijn heel blij. Dus dat... Ja. Ja. En ben benieuwd hoe de video's gaan worden. Ja, ik op weg naar het zwangerschap. Ja, ik ben benieuwd hoe mijn buik gaat groeien. Dus dat ga ik allemaal filmen. En we maken ook elke dag of elke week foto's. Ja, elke week. Voor mijn buik om te kijken hoe die groeit. Dus dat ga ik ook vastleggen. En ja. 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 Dus ja, bedankt voor het kijken. En tot snel. De volgende video. Tot de volgende video. Ze is weer terug. Ze is weer terug. Wij zijn terug. Bye. En de update van de buikje. Ja. Je ziet wel een beetje. Het is niet heel veel. Maar er is, there is something. There is something. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Tot snel. Doeg. Kan ik eigenlijk niet wachten om het te editen. Want dan zie ik al die reacties weer terug.